Dan de ESA van Ensemble. En een ensemble was een beetje een apart instrument vroeger. Je had ensemble synthesizers en die moesten dan een beetje op strijkers en pad sounds en akkoorden. Een beetje op de achtergrond om te vullen. Weer de bekende stemming knoppen. Het octaaf, de wave, dus welke golfvorm en een blend tussen die verschillende golfvormen. Vibrato of pulse width modulation. Vibrato is omhoog en omlaag stemmen. Pulse width modulation is een soort vorm van modulatie. En de snelheid daarvan. Cut-off en resonantie, weer het filter. Dan hebben we hier de... Ik kan het nauwelijks lezen, joh. AR int. Intensity. Attack release intensity. Dat zal wel, denk ik. Ik heb mijn tijd niet meer gebruikt, dus. Als ik hem nou kleiner maak, je kan hem kleiner en groter maken. En hij schaalt niet helemaal goed mee. Dus als ik hem kleiner maak, dan zie ik AR intensity. En dat is hoeveel invloed. Het is nooit helemaal perfect gestemd en dat is ook een beetje de bedoeling dat het een beetje vult. Daarom heb je ook drie verschillende modulatie-effecten. Een chorus, chorus 2 en een ensemble. En die kan je alle drie erop zetten. Aan en uit. Volume en velocity naar volume. Dus hoeveel aanslaggevoeligheid het volume beïnvloedt. Erg simpele synthesizer, ook weer met pitch bend. En tuning. En is leuk als vullertje. Is niet bedoeld om baslijnen of leadlijnen mee te spelen of melodieën. Het is echt voor akkoorden op de achtergrond. Want het zijn hele langzame envelopes. Dus het komt heel langzaam op en gaat heel langzaam weg. Dus het zijn bepaald geen... snelle geluiden. Dit is trouwens waarom die zo vals is. Dit is de vibrato. Dit is de snelheid van de vibrato. Ik zo'n heel veel vibrato en heel snel. Zo snel dat je hem niet eens merkt. Sorry. Ik kom er nu achter, dit is niet vibrato en dit pulse width, maar dit is gewoon open en dicht. Dus dit is vibrato en pulse width. En als die even kijken, als die op blokgolf staat, dan kan je de pulse width modelleren. Pulse width, dat is eigenlijk alsof je dit streepje links en rechts in de vorm van modelleren. En op een zaagtandje, dan wordt het vibrato. Dus het is of... Eindelijk, ik ben er een beetje achter. Echt misschien al geen 10 jaar meer gebruikt, sorry. Zaagtand. Als dit bolletje hierop staat, is het een zaagtand. Het mag ook wel wat duidelijker zijn qua interface. Misschien een update, Apple guys en girls. Zaagtandje. En zo is het een blokgolf. En die blokgolf die kan je naar een puls. Dus dan is het niet dat dit precies gelijk is. Maar dan is het wat een geknepere sound. En dat kan je dus ook modelleren met pulse width. En dan klinkt hij dus niet omhoog en omlaag, maar scherper en minder scherp. Totdat hij door nul gaat en dan hoor je niks. Als je hem op zaagtand zet, dan wordt het vibrato en dan is het... Snelheid, speed, langzamer.
Hoeveelheid. Kan echt heel vals worden, maar als je het een beetje doet. Nou, goh, eens om wat dubbeling te krijgen, wordt hij nog breder en nog meer stemmen. Niet al te veel aandacht, dus erg mooi op de achtergrond om een beetje vulling te hebben. De ESE, de Ensemble Synthesizer.